Oeh, Dat was heel erg close. Het is gewoon één straat. Het is serieus één straat die ik moet verkennen. Let's go! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen. Heb een hekel aan het land. Kruip maar in mijn wagen. Ik neem je overal naartoe. Hou je af en toe goed vast. Want ik ben nog lang niet moe. Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben chauffeur Met een goed humeur vindt een chauffeur, ja! Yeah. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2. Het spel waarin ik als vrachtwagenchauffeur momenteel in een roespak van een auto aan het rijden ben. Maar we gaan wel lekker rijden, dat is belangrijk. We gaan weer rijden, we gaan weer scheuren over de weg. Ik bedoel, we gaan netjes door de bochten met de juiste snelheid. Juist niet. En uh, ik moet hier trouwens naar rechts. We gaan dus uh, lekker door uh, Italië. En waarom? Omdat ik nog naar twee plaatsen moet gaan rijden. En ik weet niet of ik ze dan allemaal heb gehad, maar dat denk ik bijna wel. Dat is Casino, en dat was nog een plaatje. En ik ben hem helemaal vergeten en ik heb hem niet ingestudeerd. Ik ga gewoon even kijken, want dan laat ik gelijk de route zien in jullie. We gaan dus eventjes van Bari naar, uh, langs Napoli. Maar we gaan eigenlijk naar Casino. Dat is echt een... Ja, het is, het is één straat. En dat is eigenlijk een plaats. Dan gaan we verder met een heel raar kronkelweggetje. En dan gaan we zo langs de Ikea. Uh, ik De Ikea heet het. Naar Ancona. Dat is dan wel een grotere plaats. Ik moet onderweg wel wat tanken. Want ik merk dat mijn tank ongeveer op de helft is. Maar dat gaat helemaal goed komen. Want uh, we scheuren met deze auto. Ja... Weet je, mensen die nu nieuw kijken naar deze serie denken van Vincent, wat zijn dit voor rare series? Ik lees duidelijk. Oeh, dat was heel erg close. Ik lees duidelijk: voor Vincent en ik zie je heel nonchalant in een auto rijden. Wat is precies de bedoeling daarvan? Nou, ik zal het even uitleggen. Uh, dit is eigenlijk een vrachtwagen. Maar hij heeft een soort van. Een auto-skin. Een, een, ja, het is een autootje. En uh, in principe is het wel een hele snelle vrachtwagen. Want hij trekt heel snel op. En dat soort dingetjes. En hij remt niet zo heel erg snel. Dus ik moet echt ver van tevoren remmen. Zoals je hier ziet uh, bij de tolweg. Maar het is wel fijn rijden met een auto. Omdat je dan lekker snel kan racen. Van uh, plaats naar plaats. En zo kunnen we dus heel Italië gaan verkennen. Want ik wil namelijk gewoon wat achievements halen. We zijn natuurlijk altijd een beetje van die vrachtjes aan het doen af en toe. Maar soms dan doen we ook even gewoon lekker rijden. Lekker crossen door Italië. Ik weet dat ik nog een aantal plaatsen in Italië moet verkennen. En ik weet ook dat in Frankrijk ook een aantal plaatsen zijn die ik nog moet bezoeken. En dat zijn allemaal nieuwe wegen, dat zijn allemaal nieuwe plaatsen die ik voor het eerst zie in mijn leven, die jullie voor het eerst zien of jullie hebben het spel en zijn er al een keer geweest. Ze zijn bezig met een nieuwe uitbreiding, dames en heren. Over landen gesproken. Ze zijn nog steeds bezig met het uitbreiden van deze grote game. Het is al een grote game. Ik weet niet of dit de grootste game is die er bestaat. Ik bedoel, als we naar de mappen kijken van GTA 5. Als we naar games kijken zoals Just Cause 3. Als we naar games kijken als Mafia 3 is dan wat kleiner. Uh, noem maar op, al die open wereld games, die sandbox games. Die zijn altijd wel best wel groot. En uh, daarom is het vrij moeilijk om dan in één keer te zeggen: van nou ja, Eurotruck Simulator is veel groter dan dat. Maar misschien wel. Misschien wel. Want ik weet zeker, als je van de ene kant van de map naar de andere kant gaat, dat je echt wel misschien drie of vier uur bezig bent. En. Dan ligt het eraan of je zo'n snelle auto hebt als ik, of je hebt natuurlijk een vrachtwagen, want die rij je allemaal heel traag. Als je natuurlijk een heuveltje op moet, dan is dat allemaal een beetje, hè, dan gaat het allemaal een beetje sloom. Dan gaat het een beetje uh, bejaard sloom gaat het dan. Ja, bejaard sloom. Nou, we gaan dus even hier uh, de grote bocht nemen en we gaan dus richting uh, Napoli, uh, nou ja, eigenlijk naar Casino. En casino is dan echt gewoon één straat. En dat is zeg maar die plaats. Maar daar zijn we nog niet geweest. En die telt natuurlijk wel gewoon mee als een plaats. Dus die gaan we wel even bezoeken. Zo. En we kunnen hier lekker volle gras vooruit. We zitten weer met 3500 mensen in deze server. 3500 mensen. Dat is best wel veel. Uh, ik hoop dat ik ook wat mensen tegenkom. Dat zou wel heel gezellig zijn. Dat, dat vind ik wel. Ik vind het gezellig. Soms dan toeteren mensen naar elkaar. En soms dan geven ze zo'n uh, zo lichtseintje. Weet je wel? Dat, dat kan ook natuurlijk. Dat kan gewoon met kijk. Zo kunnen we met de K-toets kunnen we dat doen. En met de toeteren kunnen we met de H doen. Ja, dus dat is uh, allemaal... Uh, het zit allemaal in deze auto slash vrachtwagen inbegrepen. Dat ik dat allemaal kan doen. Heerlijk, hè? Voordat ik ging opnemen... Toen had ik zoiets bij mezelf. Ik dacht zoiets bij mezelf van. Um, en hoort deze serie nou bij mij? Dan hoort je automatisch bij het kanaal. Mensen vinden het serieus leuk om dit te zien. En ik vind het echt heel leuk om af en toe gewoon dit spel te spelen. En dat is, ja, weet je, dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Natuurlijk zijn er ook wel eens spelletjes dat je denkt van. Ik heb er nu even geen behoefte aan. Maar ja, er moet wel een aflevering komen. Dus ja, ik denk dat dat alle mensen die video's maken op YouTube, dat die dat gewoon hebben van. Ja, ik, moet eigenlijk, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in Fortnite. Of ik heb helemaal geen zin in, in GTA. Of noem eens een game Minecraft of zo. En dan hebben ze zoiets van: ja, maar publiek, dat, dat zit gewoon te wachten op zo'n video. En weet je, ik, ik heb een soort van vaste serie. En ik kan niet eens. Ik kan niet even zeggen: van nou, we doen een keer wat anders. Natuurlijk doe ik dat af en toe wel eens. Maar soms dan moet je eigenlijk gewoon lekker opnemen. Maar je hebt niet altijd zin in een spel. Maar bij Euro Truck Simulator heb ik eigenlijk nooit gehad dat ik zoiets dacht van, brug, hè, moet ik het nou weer gaan opnemen of moet ik het weer opstarten. Ik heb er al moeite mee om dubbel te klikken op het icoon. Dat heb ik dus nog helemaal niet bij deze game gehad. En dat is gewoon heel positief. En daardoor weet ik dat het gewoon ontzettend leuk is om dit te spelen. En op zich heeft dit spel niet echt een heel groot doel. Ja, er zitten wel van die kleine doeletjes bij, natuurlijk. Van achievements halen. Je wilt natuurlijk level up gaan. Je wilt een hoger level bereiken door ook vrachten te doen. Je wilt ook uh, andere vrachten doen. Dus uh, Heavy Cargo heet dat geloof ik, die DLC. Dan kan je hele grote, zwaar beladen kilo's van staal. kan je dan bijvoorbeeld uh, uh, slepen of slepen, nou ja, brengen hè, met vervoer. Maar dat zijn natuurlijk wel hele leuke extraatjes die je allemaal kan doen in dit spel. Nou, er komen een paar gasten. Dan gaan we even met Kai even een lichtje doen. Gezellig. Hartstikke leuk. En dat is natuurlijk ook heel gaaf. Ik speel online. Ik denk als die online future er niet in zat, dat het gewoon een heel, ja, beetje een saai spelletje werd, denk ik. Ik bedoel, weet je, het is gewoon hartstikke leuk gewoon met, met z'n allen gewoon lekker online. Gewoon lekker gezellig. En dan zie je, kom je elkaar wel eens tegen. En kijk, die man staat daar. Oh, die, wat, wat, wat doet hij daar? Oh, die staat even langs de weg. Gezellig. Gewoon even te rusten. Misschien, misschien is die een bakje koffie aan het drinken in het echte leven. Moet hij even stoppen. Heerlijk. Ik, ik zie het ook echt voor me. Dat mensen dit spel spelen. En dan zitten ze dus in de woonkamer. Met uh, drie schermen. Eentje links, midden, rechts. Logisch. Dat lijkt me een logische opstelling. Het kan ook eigenlijk niet anders. En dan hebben ze een stoel. En die stoel die veert mee. Als een soort van virtual reality. Maar dan heb je geen bril op. Dat kan natuurlijk ook. Dan gebruik je eigenlijk die schermen als bril. Maar dan ga je dus eigenlijk gewoon ook met een pook. En met, met, met uh, gewoon versnellingen dan. Je gaat met een rem, met een gaspedaal, een stuurtje. En dan ga je met een horen, met een, horn, met een, met een, met een lekkere, lekkere hardere toeter. Ga je dan lekker dat spel spelen. En dan ga je een sigaar roken of je zit met, met, een, met een biertje in je hand. En dat zijn echt die, die, die vrachtwagenchauffeurs. Natuurlijk niet allemaal. Maar ik zie dat best wel soms voor. Met dat er heus wel mensen zijn. Hè? Nou denk ik niet, als je echt een vrachtwagenchauffeur bent. In het echte leven dat je ook nog eens. Dit spel gaat spelen. Dat lijkt me een beetje dubbel op. Dan ben je eigenlijk. Uh, dan ben je eindelijk thuis. En dan ben je eigenlijk gewoon een beetje. Dan ben je er gewoon een beetje klaar mee. Met het rijden in je truck. En dan moet je ook nog eens. In het spel in de truck gaan rijden. Ja, dat, 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 dat denk ik niet dat mensen dat snel zullen doen. Maar wie weet. Er zullen mensen bij zijn die gewoon. Uh, ja, dit als hobby zien en als werk. En die gewoon niks anders meer doen dan rijden in een vrachtwagen. Dat kan natuurlijk. We gaan hier met de rotonde linksaf. We kunnen ook niet anders. Want alles is afgezet, zoals je ziet. Oh jee. Scherp bochtje. En yes. Dan gaan we daarheen. We komen in een soort van. Ik weet niet of het echt een dorpje is, het lijkt er wel op. Maar ik ga gelijk eventjes hier naar rechts, want daar is een parkeerplaats en ik geloof dat verderop zit al casino, denk ik. Ik zag in ieder geval onder mijn Facecam zie je mijn TomTom, -tom, mijn hele persoonlijke Tom. Oké, okay, dat was even heavy. Maar ik, ik zie daar casino's staan. En ik denk dat we op de goede route zijn. Want dan wil ik wel eventjes natuurlijk tanken. En dan hoop ik dat er dadelijk zo'n melding komt. Van: Jo, Vincent, je hebt weer een stukje land verkend. Zo, heerlijk. Mijn tank zit weer vol. Dat ik dadelijk niet in één keer stilsta op de weg. Of dat ik weer een waarschuwing krijg van Vincent. Je moet weer even gaan tanken, want hij is bijna leeg. En dan denk ik dat ik dadelijk naar links ga. En dat ik dan. Casino heb. Het is gewoon één straat. Het is serieus één straat die ik moet verkennen. En dat is gewoon die hele plaats. Oh jee, ik ga door het gras. Hop. Ja, Casino 21 van de 23 plaatsen verkend. Dat betekent dus dat er nog twee plaatsen zijn. Dat ik nog steeds niet klaar ben. Het duurt ook veel te lang. Hè? Het zijn ook veel te veel plaatsen natuurlijk. Nou, ik ga hier even. Het is, het is niet echt een rotonde, maar het is eigenlijk een soort van. Uh, een soort rotonde. Oké, en ik geloof in de midden zit er ook een parkeerplaats of zo. Even kijken. Het is volgens mij een soort bushalte. Bushalte eigenlijk. Kunnen we daar ook in? Even kijken. Er zal vast wel een, uh, een weg daar naartoe uh, leiden. Zo, en ik denk hier naar links. Ja, kijk, dan kunnen we gewoon even erin. Zo, en dan hebben we dat ook verkend. Dat hoort er allemaal bij, natuurlijk. En dan gaan we even omkeren. En dan gaan we weer terug. Of in ieder geval, we gaan nu naar het volgende plaatje. Ik ben weer de naam kwijt. Echt serieus, die namen zijn ook gewoon verschrikkelijk. Ancona. En er is nog één plaats en die moet ik nog verkennen. Even zoeken, zoeken, zoeken. Want er zal er vast wel eentje ergens verstopt zitten. Oh, we moeten nog naar Terni. Dat is dan de laatste plaats van Italië die we nog moeten bezoeken. Maar dat doen we dan wel in een uh, van de volgende afleveringen. We gaan nu eerst even naar de volgende plaats toe. Eh, ik heb er zin in. Nou ja, ik heb er zin in. Ik moet jullie eerlijk. Ik moet jullie even wat bekennen. Ik moet jullie eerlijk even wat zeggen. Misschien is het al opgevallen. Is, is er iets opgevallen, dames en heren? Uh, ik ben een beetje moe. Ik ben een beetje moe, ja. Ik heb uh, gisteravond. heb ik uh, gegamed op de Xbox. Hartstikke leuk. Ik speelde Far Cry 5. Echt een ontzettend leuk spel. Dat meen ik serieus. Ik ben uh, gestopt met de serie. Maar ik vind het alsnog gewoon heel leuk om af en toe even te spelen. Maar dat spel heb ik gespeeld tot 2 uur in de nacht en nou is dat niet heel erg. Ik bedoel, uh, mensen gamen wel eens, um, ja, s'nachts weet je wel. Maar op een gegeven moment, dan ga je slapen en dan word je wakker rond een uur of 6. En dan weet je van, nou, je hebt ongeveer 4 uurtjes geslapen. En wat nou het domme van alles is, is dat ik dus ook niet meer ben gaan slapen. En dat ik gewoon uh, een half uur later, toen ik wakker lag dat ik Cry weer opstartte en dat ik weer eventjes een uur of drie eventjes lekker Cry ging spelen. Toen ben ik vanmiddag nog naar de film geweest, naar de bioscoop. Dan heb ik ook nog even een stukje gewandeld door de stad. Uh, dat, ja, weet je, dat is gewoon een beetje vermoeiend. Ook het reizen natuurlijk, autorijden. Uh, ik gebruik ook het OV natuurlijk. Ja, weet je, dat is gewoon, uh, dat, dat is gewoon vermoeiend. Ik was ook echt in de bioscoop, was ik een beetje aan het insukkelen. Ik wou niet mijn ogen dicht doen, want ik denk als ik mijn ogen ga dicht doen, dan val ik daar gewoon in slaap. En dat is gewoon niet. Ja, weet je, je, wilt gewoon... je, je komt speciaal naar uh, de film toe om een film ook mee te maken. Dan ga je natuurlijk niet slapen in de bioscoop, in de zaal. Dus uh, ja, ik wou de film wel gewoon zien. Ik vond het ook een hele leuke film. Dus het lag niet aan de film. Als het echt een saaie film was, dan had ik misschien wel weggelopen. Ik heb dat één keer in mijn leven gedaan. Ik ben één keer in mijn leven. En dat vreed ik nooit meer. Ben ik weggelopen uit de bioscoopzaal en dat was door uh, die film met die oh de emoji film dames en heren de emoji film had zo'n slechte score op internet dat ik eigenlijk een beetje nieuwsgierig was van waarom is die film zo slecht en hij zal toch wel enigszins wel leuk zijn of er zal wel iets van humor in zitten of, of misschien wel een beetje spanning of misschien uh, uh, gewoon een lekker verhaal. Maar er zat gewoon geen humor in. Geen verhaal. Nou ja, wel een verhaal, maar het was niet echt diepzinnig. Het was gewoon echt gewoon poep. Het was poep. Zware poep. Er kwam ook gewoon poep in voor in die film. In die, de poep-emoji. Uh, de apies. Hè, de de, de emoji-gezichtjes. Uh, de diertjes en noem maar op. De tekens. Maar het was gewoon verschrikkelijk. Ik snap niet waarom er geld is geïnvesteerd aan animators. Aan mensen die moeite hebben gedaan om die film te maken, een regisseur, iemand die het script moest schrijven. Noem maar op. Waarom is er geld ingestoken? Echt waar. Ik kijk nog liever een hele slechte Nederlandse horrorfilm dan dat ik naar de emoji film ga. Mijn hemel, wat was dat een verschrikkelijke film. Ik zat in een hele volle zaal vol met kinderen, families. Noem maar op. En ik voelde me een beetje schuldig. Ik dacht van ja, het is niet heel netjes om in één keer tijdens een film uit de zaal te lopen. Maar ik heb zo weinig mogelijk mensen gestoord. Ik zat ook helemaal aan de buitenkant van de stoelen. Dus dat is ook mooi, daar hoef je niemand te storen. Maar uh, het was echt verschrikkelijk. Ik heb er nog net geen trauma aan overgehouden. En ik, daar werd ik echt spontaan moe van, van die film. Ik heb hem ook gewoon nooit meer gezien. Of ik heb hem nooit meer. Uh, ik wil hem ook nooit meer zien, die film. Ik, ik, het is gewoon echt. Het is gewoon klaar. En ik heb heel wat films gezien. Slechte en goede. Maar de emoji-film. Die kan je gewoon niet plaatsen onder geen één categorie. Alleen maar gewoon. Niet filmwaardig. Gewoon niet filmwaardig. Nou, zullen er vast mensen zijn die die film wel leuk vonden? Dat zou kunnen. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar. Mocht jij die nu kijkt naar deze serie, naar deze aflevering, mocht jij de emoji film hebben gezien, laat het weten in de comments. Laat ook even weten wat je ervan vond. Ik ben namelijk echt heel nieuwsgierig. Dat is een beetje de vraag van vandaag. Het heeft ook gewoon totaal niks te maken met het rijden door Italië, maar ik vind het wel leuk. <laughs> ik vind het wel, ik vind het, ik vind het leuk. Ik vind het altijd leuk om gewoon een random vraag te stellen. Ik kan ook vragen van... Als je met je vader een keer een week op pad gaat, hoe vaak zou die dan gaan tanken? Ja, dat, dat is wel een beetje een vraag wat hier behoort. Of uh, uh, ja, weet ik veel. Ik, ik weet nu even niks te bedenken. Maar in ieder geval, hè, ik vind een random vraag leuker. Het ging gewoon in één keer over de slechtste film van 2017. Nou ja, noem het maar gewoon de slechtste film die er ooit is gemaakt in de hele geschiedenis van de films. Ongelooflijk. Ik wil er ook geen woorden meer over vuil maken. He, ik, wil, ik wil er niks meer over zeggen. Het is nu klaar. We hebben nu erover gesproken. Het is gewoon klaar. We gaan er niet meer over hebben, dames en heren. Dus die hele... Ver oh, hij zat te knipperen. Ik zag het. Ja, te laat. Die hele verrekte kaasduim. Die gaan we gewoon niet gebruiken voor de emojifilm. Echt niet. Nee, laat het, jongens. Nee, geen, Ik wil geen kaasduim zien. Kom op, hup jongen. Nou, we zijn weer lekker aan het rijden. En je ziet ook onderin een uh, blauw balkje. Er staat plus 50 XP voor 100 kilometer vrij rondrijden. Je krijgt dus uh, 50 XP voor uh, 100 <laughs> km. Ik, ik zeg het gewoon dubbel. Ja, je krijgt gewoon lekker XP voor het vrij rondrijden. En dat is gewoon uh, best wel lekker. Ja, ik denk van nou. We gaan ook lekker weer door een benzinestationnetje. Hoppakee. Dit is ook een weg waar ik nog nooit ben geweest. Dus dit is waarschijnlijk ook een omgeving die we nooit hebben gezien. Kijk eens even, een strand daar in de verte. Wauw. En we gaan weer even door een tunnel heen. En we gaan dus richting het laatste plaatje. Althans, het ene laatste plaatje van Italië die ik nog moet verkennen. En uh, nou ja, dan, dan op een gegeven moment moeten er nog eentje. En ik geloof nog één of twee in Frankrijk. En dan hebben we echt heel veel gedaan. Want ik geloof dat voor de normale... Eurotruck simulator. Zijn er geen achievements voor het behalen van al die plaatsen te verkennen? Uh, in Rusland, Polen en dat soort dingen, Noorwegen en zo. Oh, in Noorwegen geloof ik wel. Ik geloof dat daar wel zo'n achievement voor was. Maar niet uh, van, van Rotterdam of dat je alle plaatsen moet bezoeken in Nederland. Nou, dat is maar één plaats als Rotterdam. Maar dat je bijvoorbeeld in, uh, in uh, ja, laten we zeggen, de Benelux of zo, dat je daar een achievement krijgt. Dat is niet, niet zo. Nog anderhalf uur en dan ben ik dus bij de plaats. Dat schiet al aardig op. Kijk, we gaan weer door zo'n tunneltje heen. En Italië heeft heel veel gebergtes. En dat betekent dus ook dat je heel veel tunneltjes krijgt. En ik zit nu precies uh, bij het strand ook te rijden. Ik vind het hartstikke leuk. Wow, kijk eens wat een drukte, joh. Wow, dit zijn er heel veel. Dit zijn er echt heel veel. Dat is gaaf. Dat vind ik leuk. Moet je kijken, man. Een hele stoepenraden. Ja, toch is dat heel erg gaaf om dat soort zulke dingen te doen. Echt waar. Wat hebben we hier rechts trouwens? Ik zie ook een hele Ancona. Maar ik zie dat ik daar Ancona ontdekt. Daar moet ik heen. Maar waarom staat mijn Tom Tom dan helemaal verkeerd? Ik ben, ik, ik ben even in de war wat er nu gebeurt. Wacht even. Ik ga even pauzeren. Ik ga even stoppen. Wat, wat heb ik gedaan? Heb ik iets verkeerds gedaan? Oh. Dit hoort dus blijkbaar bij Ancona. Dit, dit stukje en dit stukje. Oké. Okay. Ik dacht van waarom gaat het nou verder, die route? Maar uh, oké. Okay. Het zijn twee uh, gebieden en die moet ik dus verkennen. Ancona. Nou, leuk. En misschien kwam die hele vrachtparade uh, die je net zag... Misschien kwamen ze wel van Ancona. Dat zou kunnen. Nou, weet ik niet wat ze hier doen. Maar je kan natuurlijk met een hele grote groep kan je afspreken. En ik denk ook dat er van die clans zijn. Weet je wel? Zo'n clan, zo'n zo groep. Zo'n groep, zo'n crew. Zo'n crew met mensen. Ja, dat, en dan, dan kan je lekker gaan uh, crossen met je vrachtwagen. En dan meestal doen die mensen ook een soort van... Ze ontwikkelen een kleurtje. En dan laat het dat terugkomen in de vrachtwagen. Dus uh, geel met uh, zwart, of uh, blauw met groen. Of ja, noem maar een kleurencombi. Maar dan kan je duidelijk zien. Van, hé, hey, die hoort bij die en die hoort bij die. En dat is wel geinig natuurlijk. Ik vind dat wel, uh, het heeft wel iets. En ik denk dat het heel gezellig is als je op Teamspeak zit, op Skype of Discord. Dat je dan lekker gaat racen met elkaar. Dat is grappig, want dan kan je lekker met elkaar gaan babbelen over de emoji film. Of je hebt natuurlijk andere leukere gespreksonderwerpen. Dat je dan lekker met elkaar gaat racen. Nou, racen, uh, vrachtvervoeren. En of je ook nog wat geld. Nou, dat is toch mooi. Dat is heerlijk. Kunnen we hier een garage kopen? Ik zie daar wel voor de reparaties hier rechts kan ik hier terecht. Op zich kan het wel. Ik heb wel wat schade. Ik geloof 3% of wat was het ook alweer? Even 4%. Nou ja, er is nog een procentje bijgekomen dan. En dat kunnen we hier laten fixen. Even een beetje naar achter. Zo. Druk op enter. Dan zeggen wij uh, service, repareren. Het kost maar 1600. Het valt op zich wel mee. Ik heb wel eens uh, zwaardere bedragen gehad. Nou, dit was de aflevering voor vandaag. Ik wil toch nog even kijken naar de map. Want wat moeten wij nog verkennen? Nou, Terny is sowieso een plaats. En in Frankrijk hadden we ook nog een plekje. En die heet. Even zoeken, want het is. Uh, hier zo, Roscoff. Roscoff is een plaats. En ik geloof dat er nog eentje was. Ja, het is echt ontzettend groot. Frankrijk moet je niet onderschatten. Dat is echt gigantisch. Maar wel ontzettend leuk. Strasbourg, dat ligt natuurlijk in Duitsland. Dus uh, dat telt uh, niet mee. Dus ik denk dat we dan nog één plaats moeten in Frankrijk. Nou, dat is hartstikke gezellig. Want uh, ja, hier moeten we ook nog uh, een paar van die wegen gaan doen. We hebben nog een hoop te doen: 51,24% voltooid van de map. Mijn doel is in ieder geval om 60% te gaan halen. En dan ben ik helemaal blij. Terwijl, kijk hoeveel geel je ziet. Je zou het bijna niet zeggen. Ja, hier nog heel veel uh, plaatsen. Hier ben ik echt nog nooit geweest hier. Bij Leipzig, Erfurt en Kassel. Dat, dat is nog allemaal grijs. Nou ja, uh, wie weet in de toekomst. Natuurlijk, natuurlijk in de toekomst. Laat vooral een duimpje achter. Niet voor de emoji film. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Vrachtwagenchauffeur Vincent. Doei doeg. doeg.